1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, wacht. Ik tel al helemaal verkeerd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En welke beker ben je de meest trots? Die! De bovenste. Met de eerste van de Cup 8 wedstrijden. Allemaal eerste, dacht ik. Nee, ja, bijna allemaal eerste. Alle wedstrijden zat. 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Na 10 doe ik er altijd mee. Ik denk ongeveer 20 Marokko was. We zijn op weg naar de zandappersbaan. De zandappers hebben een eigen trainingsbaan. En dan rijden we elke zaterdagmiddag. Als we geen wedstrijd hebben, zeg maar. Ja, hij vindt het geweldig. Hij vindt het geweldig. Hij kan lekker rijden tussen leeftijdgenootjes. En wanneer ze niet rijden, dan gaan ze lekker spelen langs de baan. En, ja, dat is hartstikke leuk. Alles kan en alles mag. Nou, lekker rondje rijden. Wat vind je leuk aan de zandappersbaan? Waarom zou je liever naar de zandappersbaan gaan als naar Berghem? Je kan veel sneller gaan. Ja? Je kan hier harder rijden? Ja. En waarom kan je hier nou weer harder rijden? Meer rechte stukken. Oké. En heb je hier ook vrienden? Hier, ja. Dus je vrienden komen ook op de zandappersbaan? Ja. Suzuki LT 80. Nee, LT 50 was het. En, die had ik in de schuur staan. En, daar hebben we hem een keer opgezet. En ja, hier al achter even wat aan het rijden geweest. Toen op een gegeven moment kwam de laan aan de schuur en zei: papa kwot, papa kwot. Ja, maar die heeft papa verkocht. En daar hebben we 2 dagen niet aangekeken. Ja, de Lano is zeer gemotiveerd. Ja, maar hij is met alles wel. Ja. Hij is zeer gemotiveerd en gedreven. Ja. Sterke wil. Ja, hij gaat er altijd voor. Hij is ook heel hard voor zichzelf. Dus als hij bijvoorbeeld valt, nou, hij zal echt niet zo snel huilen. Hij staat op en gaat zo weer door. Ja, het is geen piepet. Nee, totaal geen piepet. Ja. En dat is een beetje de waan. Ja, de Lano die heeft het best zwaar op school. Die moet best hard aan trekken. Dat komt door zijn dyslexie. Dus dat is wel eens moeilijk. En daarom is het ook zo fijn dat het kotrijden, dat is echt voor hem zijn uitlaatklep. Nou, dat vind ik wel heel moeilijk om te zien. Omdat het niet vanzelf gaat, zeg maar. Dat komt natuurlijk omdat de dyslexie dat nekt hem. En dat doet me echt wel zeer. Ik weet echt wel, ik troost me met de gedachte dat hij er later wel komt. Omdat, ja, gewoon voor zijn karaktertje. Het is een jongen die werkt straks met zijn handen. En ja, hij moet natuurlijk wel hier doorheen. En dat vind ik wel,
wel eens lastig om te zien. Ja, dat gaat me wel aan het hart. Ja, het is zo. Ja, en dan moeten we er het beste van maken. Carrière, het is gewoon een hobby, hè? Wel uit de hand gelopen hobby. Maar we vinden het leuk met de carrière, daar kun je niet over spreken. Jochie is 9 jaar. Het gaat lekker, maar het is gewoon een hobby voor ons. Ja, gewoon een vader wezen, denk ik. Gewoon... Die samen de sport beleven. En dat is hartstikke leuk. Het is ook voor ons een gezinsuitje als wij dan op dat naar wedstrijden gaan. Maar mama die zorgt voor het eten en het drinken. Ik zorg voor dat alles spul voor elkaar is. Die jongens mee, dan gaan we lekker rijden. Wesley die vindt het hartstikke leuk en hij maakt het niet zo heel veel uit wat hij wordt. Maar Delana die wil zo hoog als mogelijk eindigen in de race, in de cross. Want hij heeft een droom, hè? Hij wil de beste worden. Dat wil hij veel voor doen. Uit zijn eigen doet hij dat. Zit hij op te drukken en dan ben jij mee bezig. Dus ja, daar krijg ik sterke armen van. En Wesley, je kunt bij wijze van spreken 10 seconden voor de start kun je nog helemaal mof vertellen. En dan hoef je bij de laan echt niet te doen. Dan moet je echt vooral rustig. Moet je eigenlijk vooral niks zeggen. Maar erbij wezen. Er zijn. Dat vindt hij prettig. Het zal. Het gaat erom dat ze er maar plezier in hebben. Ja, hij vindt dus van zichzelf dat hij kotrijder is. Hij had ooit een keer had hij een verjaardagsfeestje en dat was op een zaterdag. Hij wou eigenlijk niet, want zaterdag die zouden we normaal gesproken trainen. Toen hebben we gezegd, nou we slaan dat trainingje over en dan ga je lekker naar die verjaardag toe van school. En toen is hij teruggekomen van die verjaardag. Toen zei hij s'avonds, toen ik hem naar de bed toe werd, hij zegt, papa, die verjaardag is leuk, maar ik doe het nooit meer op zaterdag. Want ik ben een quadrijder. Een quadrijder, die hoort op zaterdag of op zondag, hoort die te rijden. Andere dingen, dit is ons ding. Dit is ons ding. De anderen, die willen graag in de tuin. Of van dure vakanties, nou het is denk ik 7 jaar terug, dat we op vakantie zijn geweest of zo. Dus ja, daar gaat ons geld niet naar uit. Dat gaat in die sport van die jongens zitten. Daar kan ik wel mee leven. Al was het gekomen geweest dat ze een paar noppen onder de schoenen hadden. En nu hebben ze noppen op de banden. Maar ja, goed. Ja. Het is mijn eigen schuld. Ik heb ze er zelf op gezet. De Yamaha motorblok eruit gehaald. Een Honda motorblok hebben we in de plaats gelegd. Ja, uiteindelijk is het dit geworden. Het vervelende was... Toen had ik hem klaar en dan wou we zien wat het ding deed natuurlijk. En toen kreeg de Lana de ziekte van 5, ik kon hem niet testen. Ik vind het spannend, ja. Heeft de Lana er wat minder last van? Iets minder last van. Het is een beetje een binnenvetter, dat merk je niet zo aan. Nou, kom maar de Lana, dankjewel. Kom nog niet. Dit ken ik wel, want die moet altijd heen. Ja, hè? Als ik van de KNO-arts toen ook, hè? Nou, sinds oktober is ze al echt heel erg vermoeid. Mm-hmm. En toen hebben we bloed geprikt. Ja. En daar kwam uit dat hij dan HB wat tekort had en vitamine D. Maar het gaat eigenlijk nog meer naar beneden. Heel erg hoofdpijn. Ja. Pas had hij buikgriep. En toen moest ik hem helpen aankleden. En heel erg last van zijn keel. Ja, het zit hoog, zie ik. Ja, het zit me heel hoog. Ja. Het is al vanaf oktober. Dit is Delano niet. Ik heb geen enkel aanknopingspunt of aanwijzing of alarmsignaal dat er iets Mooi. Ernstigs aan de hand is. Mooi. Desalniettemin is het vervelend. Ja. En wil je er natuurlijk gewoon vanaf. Ja. Dus we gaan alsnog een uitgebreidere bloedonderzoek doen. Ja, fijn. Kijken of we daar aanknopingspunten kunnen vinden. Hoe dat voelt? Ja, gewoon weer even een prikje naar. Alweer. Ja, we gaan het nog doen. Ja. En dus mocht het anders lopen dan we verwachten, ja, dan kijken we gewoon nog ver. Ja. Ja. Super. Ja, hij vraagt, moet hij nu bloed prikken? Nou, het hoeft niet per se vandaag, maar je kan het beste wel meteen nu doen, want dan ben je er maar vanaf. Nog niet. Nou, niet nu bij mij bedoel ik, hè, maar in het laboratorium. Ja.
Ja, en daar buisje 1. En dit doet wel geen pijn. Nee, hè? In het begin was het alleen even. Ja, dat is even irritant, hè? Nou, dan maak je vuist toch maar weer open. Hey, papa. Hey, jongen. Goed. Ja? Ja. Zeg, wat dacht de arts dan dat het was? Misschien. Wat? Zeg maar, naweeën. André, hoor je me? Ja. Ja, Delano houdt mij vast. Ik zit in de auto. Nou, het ziet er gewoon naar alle waarschijnlijkheid uit dat het gewoon de naweeën van ziekte van Pfeiffer zijn. Ja. En ze heeft hem ook helemaal goed onderzocht en alles, zeg maar. En ja. Het ziet er ook naar uit dat hij met een paar weken dat we gewoon weer de oude Delano hebben. Eet smakelijk, jongen. Eet smakelijk. Papa, zullen jullie nou even voetballen buiten? Nee, we gaan wel lekker douchen zo meteen, jongen. Ze hebben dan hier een gemaakt en dat vindt hij helemaal leuk met die andere jongens die daar ook fietsen. Hoi. 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 Hoe vaak ik met je fiets? Bijna elke dag, joh. Bijna iedere dag. Thank you.
gereden voor de eerste keer weer. Ja. En dan de volgende keer gaan we gas geven. Nee, dat ging met dit. Ah, je derde plaats is laten we gewoon. Nee. Ja, als de, nou, jongen, ik vind het knap dat je zo ziek bent geweest. De eerste keer nog niet op. Kijk, Jochie is 9, we werken nog niet zo echt met doelen. Dat, het doel is om een plezierige dag te hebben. En dat ze er allemaal heel uit afstappen, dat is de bedoeling. Maar... Op een derde plaats in de jongste zakkar van klasse Delano 1. Buiten verwachting, ik zag weer een klein beetje de oude Delano terug. Als je met zijn helm tussen zijn schouders diep zit in. Zo zit dan. Denk ik, hey, dat is mijn zoon weer, weet je niet.